En dan weten we dat deze Rocky ook weer een geweldige mooie avond gaat maken. En niemand minder dan natuurlijk Remmel Neef, Wouter van Naamanen aan boord. Remmel Neef, de man afkomstig uit Medemblikken. De vaste piloot eigenlijk. Kijk eens naar die mooie snuit van die hond. Ja, is het een chihuahua? Is het een bouvier? Ach, wat maakt het ook allemaal uit. Kijk hem eens mooi gaan. De oortjes wat mooi naar beneden. En de oortjes die worden alweer wat opgeblazen. Voor de passagiers overigens die nu nog op de plek zitten. Let goed op, want de dames hostesses lopen nu zo dadelijk weer voor het grote terras langs. En dan weten we dat jullie ook zo dadelijk opgeroepen worden. Dus wat dat betreft, jullie gaan allemaal mee. Van harte blij met Priscilla. Die grote mooie vogel. Die zojuist van dit terrein is opgestegen. Priscilla herself, laten we het zo maar zeggen. Opgestegen vanaf dit terrein met niemand minder dan de eigenaar van Atlantic Ballooning aan boord. En dan hebben we het over Koen Oudenaar. Koen Oudenaar, de man afkomstig uit Destelbergen, die de hele wereld al overgevaren is. Gevaar onder andere, ja eigenlijk over de hele wereld, maar ook vader als enige ballonpiloot in Ghana, in Afrika. Hij mag daar als enige ballonvader varen. En kijk, die ballon is boven onze hoofden uitstijgen. Priscilla is haar naam. En mooi dat ze is, dat kunnen we wel stellen. Al over naar natuurlijk Calimero. Want ook Calimero krijgt het signaal dat hij op mag stijgen. We kijken natuurlijk nog even. En dat is mooi om te zien dat Sipra achter jou de Lukkig Huis als net jouw passagier. Het is genieten, het is mooi. De eerste drie luchtballonnen zijn opgestegen. Met natuurlijk hun gasten aan boord. Peter Oudenaar, Koen Oudenaar. En natuurlijk ook Wouter van Manen samen met Remmel Neef. De nieuwste luchtballonnen van Nederland hebben we hier op zien stijgen. Althans twee uit België. Nog nooit eerder vertoond. Maar dit jaar hier wel mogen zien. Luchtballonnen in alle vormen, soorten en maten. We hebben natuurlijk ronde luchtballonnen. We hebben grote luchtballonnen. We hebben de Special Shed luchtballonnen. De grootste luchtballon ter wereld. De motorfiets, de superbike. En natuurlijk al die andere luchtballonnen. 35 in totaliteit. En het is eigenlijk nu al adembenemend mooi. Wanneer je Calimero met het snuit ziet. En wanneer je dan de woorden van de burgemeester nog weer in ogenschouw in je gedachten houdt. En zegt van ik ben hier groot, ik ben hier klein, ik ben hier groot. Ach, wat maakt het allemaal maar uit. Ze laten in ieder geval zien dat het mooi is om te varen. Priscilla, met een mooie haardosje. En we hebben dan ook die verleidelijk lekkere hete luchtballon van de Beemse Kaas gezien. En wat we nu ook zien, de ballon van Vanessa Farai. Ja hoor, krijgt ook van ons het applaus. De ballon van Vanessa Farai met niemand minder dan Koen Albers aan boord. Hij zwaait met volle teugen. De passagiers zwaaien ook met volle teugen. En dan zeggen we Koen Albers uit Barneveld. Hij, je brevet al gehaald in het jaar 2014. Meer dan 110 uur, een paar uur op zijn naam staan. En hij was onder andere degene die jaren geleden hier vanaf de Koeweide een nachtvaart heeft gemaakt. Een heuse nachtvaart. Want ja, goede opletters onder ons, die hoorden het mij zeggen. Dat die krijgt natuurlijk het operationeel applaus voor ons. Brevet gehaald in het jaar 2012. Gevaren in Maleisië, gevaren in Taiwan, gevaren op de Azoren. En ja, wij zwaaien natuurlijk naar deze man. En dat betekent dat hij niet alleen daar gevaren heeft, maar een week of vier terug heeft hij zelfs gevaren in Israël. Hoe mooi kan het zijn wanneer je 's ochtends vroeg in Israël gaat varen. Vaart over de Besada, vaart in de omgeving van Jeruzalem. Het is natuurlijk helemaal top als je dat mee mag maken. Deze Edgar Vermeulen, onder andere daar gevaren in het Israëlische land. En als je dan weet dat je ook nog gevaren hebt op de Azoren, zullen jullie ongetwijfeld zeggen, met jullie toppunt heeft hij zijn brevet alweer gehaald. En hij is onder andere directeur van Bedrow Castle Keramiekse Fiets. Meer dan 100 paar uur op zijn naam, wat meer dan 500 paar uur op zijn naam staan. Gevaren in Australië, gevaren in Europa, gevaren in de Alpen. En vanavond dus gevaren met de hete luchtballon van BDI. Nou, wat is het dan mooi, dames en heren, jongens en meisjes, dat je dan weet dat je vanavond die hete luchtballonnen gezien hebt. En dat je dan weet dat je straks nog een tussenprogramma hebt. En dan heb je al die hete luchtballonnen hier vanavond gezien op het middenkrijg. Heb je die grote mond tot zallen. We vinden hem natuurlijk geweldig en dan zeggen we Marieke Schoonebeek, de ridder uit Nijkerk. Ook voor jou wensen we jou natuurlijk ook weer een behouden vaart. We kijken naar het volgende nummer die we zien verschijnen, nummer 5. Nummer 5 is degene, als dat staat, als dat correspondeert met uw instapkaart, mogen jullie ook gaan melden. Kijk, we staan deze Bert Heupers, afkomstig uit Enschede. En deze Bert Heupers, alweer in het jaar 1998 zijn brevet gehaald. Meer dan 1000 vaaruur op zijn naam staan. En vandaag dus opgestegen in de hete luchtballon van Beemsterkaas. Mooi is het dan om ook die luchtballon over de bomen rijden te zien.
gaan. En dan weten we dat we nog best wel lang te gaan hebben. Want ja, de hete luchtballonnen zullen vanavond zo rond de klok van 9 uur weer aan de kant, aan de lamp, aan de kruis. En dan applaudisseren we naar niemand minder dan Peter van Harten. Zojuist al even genoemd, deze Peter van Harten. Hij die er fervent ballonvader is, weet wat ballonvader is. Hij niet alleen ballonvader, maar ook steward. Bij de KLM daar gaat hij vliegend de hele wereld over. En vandaag dus hier opgestegen, de luchtballon van Midden-Nederland, makelaars en Unipay. Hij, afkomstig uit Amersfoort, meer dan 13, 1400 vaaruur op zijn naam staan. Dus hij weet wat ballonvaar is. En dan, wat je dan ook nog weet, dat hij zijn brevet gehaald heeft in het jaar 1950 opgestegen vanaf dit terrein. En zeggen, Prees, jij afkomstig uit Jouweren. Als ze de Friese ballonfeesten hebben, een aantal weken geleden alweer geweest bent. Jij hebt een brevet gehaald in het jaar 1992 al meer dan 1400 vaaruur op haar naam staan. Dat is natuurlijk weer geweldig dat we ook deze energie zien verdwijnen vanaf dit grote terrein, dit mooie terrein. Dit terrein die ieder jaar in het teken staat van luchtballonnen. Hete luchtballonnen in alle vormen en maten. Hoe kan het ook anders vanuit de stal van Koen Oudenaard? En zij, Griet Verreken, afkomstig uit Mariakerke in België in 1992 Haterwet gehaald. Meer dan 700 paar uur op haar naam staan. En kijk hier boven de filterhoed van Vincent van Gogh overheen scheren. En dan kijken we naar uiteraard de speen in de mond van baby Lente. Gemaakt ter ere van de geboorte van de dochter Lente van Koen Oudenaard. En dat is natuurlijk weer geweldig. Duurste hete luchtballon ter wereld. €250.000. Zojuist is opgestegen. Dan zeggen we de luchtballon van Vincent van Gogh. Ter ere van 150 jaar van Gogh ooit gemaakt in Lieshout. En dit jaar wordt hij bevaren. Hier wordt hij bevaren door niemand minder dan deze meneer Elgersma. Hij, afkomstig uit Hengelo. 1995 heeft hij alweer zijn brevet gehad. Meer dan 2000 vaaruur op zijn naam staan. En hou vast, gevaren in India, Canada, Amerika, Chili, Argentinië, Brazilië, Noorwegen, Zweden, Turkije. Eigenlijk heeft hij geen enkel werelddeel ter wereld niet gezien als ballonvader. En mooi is het nu ook om te zien dat de luchtballon wat aan het roteren is, aan het draaien is. Een mooi gezicht dat we ook die luchtballon hierop zien stijgen. We hebben niet te veel gezegd, hè. Want als je nu over de luchtballon van Given Value kijkt, dan zie je daar het hoofd van Vincent van Gogh draaiend in onze richting. Draaiend met het hoofd in de zon. En dan hebben we natuurlijk een geweldig mooi uitzicht op het geweldige gebeuren wat heet de hete luchtballon van Vincent van Gogh. Heeft de luchtballonnen dus geregistreerd als vliegtuigen. Nederlandse heeft de luchtballonnen beginnen met de letters PH. En Belgische luchtballonnen beginnen met de letters OO. Natuurlijk even, wanneer we vanavond de piraat zien, is een Belgische zojuist opgestegen in de I Love luchtballon. Mooi gezicht, de voetjes los. Ja, die hebben natuurlijk nu allemaal los van de grond. En vanavond zal deze brecht in de kring uit Jouren dan natuurlijk weer op gaan stijgen. Dus dit sinds een Haterwet alweer een jaar of drie geleden gehaald. Ja, en in het dagelijks leven werkt ze bij de gemeente de Friese Marren. Is ze ambtenaar van beroep. Daarom de applaus deze Erik Jan Stoffel. Zojuist opgestegen met de luchtballon van Given Value, de PH Love. Erik Jan Stoffel, afkomstig uit Amsterdam. In het jaar 2002 heeft hij zijn brevet alweer gehaald. Al meer dan 500 vaaruur op zijn naam staan. Gevaren in onder andere Polen, Zwitserland, Oostenrijk. En vanavond is opgestegen in de luchtballon van Given Value. Ook de gasten in de ballon van Stichting Onze Ballon. De kinderen die langdurig ziek zijn, die vanavond mee gaan varen. Natuurlijk hebben we net niemand minder dan Jonathan Brockmans uit Kleine Sinaï. Brevet gehaald in het jaar 2015, al meer dan 100 vaaruren op zijn naam staan. Hij verbond ook aan Atlantic Ballooning. En vanavond dus opgestegen met de luchtballon van Garfield. En dan denk je, hè, dat je er bijna bent. Maar dan vervolgens zie je nog heel veel enveloppen. Zoals de luchtballonnen heten in vaktermen. Heel veel enveloppen luchtballonnen die in de vorm van die pannenkoeken die neergelegde auto nog strak aan de luchtballon, de quick release in de handen. En dan op enig moment zal ook Pieter Veen hier op gaan stijgen. Hij heeft inmiddels een teken gekregen dat hij daadwerkelijk de aarde mag laten verlaten. En hij is opgestegen met zijn passagiers, afkomstig uit Harderberg. Hij van Kleppenbeloening in het jaar 2001 heeft een supervet gehad. Meer dan 400 vaaruur op zijn naam staan. En vanavond dus opgestegen in de hete luchtballon van de Wildkamp. De groothandel in plastic waren. Mooi gezicht om ook deze luchtballon hier vanaf dit grote terrein op te zien stijgen. Het wachten is natuurlijk ook nog weer op al die andere luchtballonnen. Luchtballonnen in alle vormen en maten. En ook die passagiers die natuurlijk vanavond gaan genieten van al het moois wat ze met z'n allen meemaken. En wat te denken.